In dit stuk gebruiken we twee technieken, pizzicato en flattertang. Allereerst pizzicato. We hebben lippizzicato en tongpizzicato. Bij lippizzicato krul je je lippen naar binnen en dan maak je dit geluid. Dan gebruik je de fluit als klankkast en dan maak je dat geluid boven de fluit. Maar als een stuk snel gaat, hebben we gelukkig ook tongpizzicato. En dan kan je dat het beste uitleggen als volgt. Leg het puntje van je tong tegen je bovenlip en probeer hetzelfde geluid te maken, of ongeveer dan, als bij lippizzicato. En dan gebruiken we weer de fluit als klankkast, dus niet proberen fluit te spelen, niet blazen door de fluit. Flattertang. Voor deze video ga ik ervan uit dat je de R al kunt laten rollen. En dan maakt het niet uit of je de R achter in je keel doet of voorin. Dat maakt niet zo heel veel uit. Laten we de volgende stap doen. Blaas een keer tegen je hand. Nu beweeg de luchtstroom naar boven en naar beneden zonder je hoofd te bewegen. Dus dat doe je met je lippen. En als het goed is, voel je de lucht over je hand heen gaan. Nu doen we datzelfde met vrr, vrr, met of zonder stem. Dat maakt voor nu even niet uit. Vrr, en doen vrr, om de luchtstroom op gang te brengen. Probeer nu ook weer de luchtstroom te verplaatsen op je hand zonder je hoofd te bewegen. En als je je stem al gebruikt had, laten we nog een keer proberen met zonder stem te doen. Nu brengen we de fluit in speelpositie. En dan doen we dezelfde oefening, maar vergeet dat de fluit er is. Dus we blazen eigenlijk even over de fluit heen. Nu gaan we proberen om de luchtstroom de richting te veranderen. En dan kijken of de fluit wat meer van de klank kan opvangen. Door je lippen te bewegen. Veel plezier!